Welkom bij weer een nieuwe Artiest van de Maand. Helmondse Sansika de Groot gooide hoge ogen bij The Voice of Holland. Maar wat is er daarna eigenlijk allemaal op haar pad gekomen? Ik ben bij haar op bezoek vandaag, dus ik ga haar aan de tand voelen. Sansika de Groot. Ja. Ja, spannend zeg. Ja. We zitten hier bij jou thuis en er is een heleboel omtrent jou gebeurd eigenlijk het afgelopen jaar. Hè? Ja. Onder andere The Voice, de grote Voice op tv, daar heb je aan deelgenomen en je hebt de tv-rondes gehaald. Ja. Dat schijnt ook niet zo heel makkelijk te zijn, toch? Nee, zeker niet. Hoe gaat dat? Ja, je hebt van tevoren heb je een aantal pre-rondes. En daar mag ik natuurlijk niet te veel over vertellen. Niet al te veel, ja. Nee. Maar die moet je eerst doorstaan. En dan uiteindelijk kom je dan bij de laatste 150 mensen voor de Blind Audition. En daar wordt ook wel een selectie van gemaakt voor de battles. Ja, en uiteindelijk op tv, meerdere malen ook. Ja. Hoe zijn de reacties dan op straat? Want ik zag op een gegeven moment ook op Facebook voorbij komen dat er gewoon fans hier voor de deur staan te dringen. Ja. Of overdrijf ik dan? Nee. Eigenlijk op zich, het was wel iets erger dan ik had verwacht. Vooral, ik denk, het is een auditie, weet je wel. Dus je zal vast wel reacties krijgen. Maar het was wel, op een gegeven moment kleine kinderen aan de deur die weten waar je woont. En andere mensen die dan meer over wilden weten. En op school en zo. Maar op een gegeven moment houdt dat ook er wel weer op, hoor. Ja, houdt het op? Ja, het wordt minder. Ik werk dan in Albert Heijn. En op de vrijdag is de uitzending. En op de zaterdag sta ik te werken. Dus toen was het wel echt even heel erg, alle reacties. Ik kwam in één keer allemaal op je af. Dus ik had eigenlijk net zo goed niet kunnen werken die dag. Ja, inderdaad. Ja. En kreeg je dan niet te horen daar ook van, waarom ga je niet zingen? Want daar kun je meer mee verdienen dan hier in de supermarkt dan. Ik kreeg het daar niet te horen. Maar okay. Het zingen is dan toch weer iets apart. Weet je, soms heb je één keer in de maand iets. Dan heb je vier keer in de maand iets. En nou bij de Albert Heijn op de zaterdag is het toch gewoon lekker standaard bedrag in de maand. Ja, een soort vast inkomen waar je dan in ieder geval vanuit kunt gaan. Ja. En is er door The Voice ook nog wat op je pad gekomen? Ja, door The Voice is eigenlijk heel veel op mijn pad gekomen. Ook meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ik kan nog niet over alles iets zeggen. Maar ook met acteren zijn ook dingen op mijn pad gekomen. Omdat ik daar natuurlijk ook heb verteld dat ik acteer. En studio dingetjes. Maar dat moet nog allemaal opgenomen worden. Dus. Ja, dus daar ben je mee bezig. Ja, daar ben ik mee bezig. Je kan niet al te veel verklappen. Nee, ik kan niet te veel verklappen, maar 2014 wordt hopelijk een mooi jaar. Een mooi jaar, met allerlei creatieve dingen op muziekgebied en acteren. Ja. Want je zei het net al, want dat weten veel mensen niet. Nee. Dat je dus naast het zingen ook acteert. Ja. En je doet ook een opleiding in die richting, hè? Welke opleiding doe je? Ik doe de artiestopleiding in Eindhoven. Eindhoven, ja. Op het Summa College, is een mbo-artiestopleiding. Het is vooral gericht op theater. En zang en dans zijn dan de bijvakken. En ik zit dan met mijn derde jaar, dus hierna nog een jaartje. En dan hoop ik naar een hbo te kunnen. Ja, en een tijdje geleden hebben we bij Omroep Helmond Radio ook nog een liedje van jou gehoord. Ja. Veelvuldig. Ja. Dat was eigenlijk een prijs die je weer bij een andere lokale talentenjacht hebt gewonnen. Ja. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Ja. En hoe heb je dat ervaren? Ja, dat was ook super natuurlijk. Want die studio dingen is toch net iets waar ik het minst ervaring mee heb. TV en theater en op het podium het meest. Ja. Dus het was super om dan weer een keer de studio in te gaan. En ik heb daarvan genoten. En de reacties daarop zijn ook wel leuk natuurlijk. En het brengt ook weer dingen met zich mee natuurlijk. Ja, tuurlijk, allemaal. Want wat vind je dan het leukste? In de studio werken of op een podium staan voor een publiek? Want ik stel die vraag bijna iedereen en ik krijg altijd wel een ander antwoord. Ik vind het echt heel lastig. Ja. Want ik ben dol op camera's en die dingen. Ja. En, maar ook op spotlights. Ja. En ik denk dat als het om het acteren gaat, dat ik heel graag voor de camera zou willen. Okay. Nee, voor de juist camera. Voor de camera. Ja, ik denk dat ik meer een commercieel type ben. Ja. Ja, of eigenlijk helemaal niet. Ik heb er geen wil bij. Ik vind het allemaal zo leuk dat ik niet kan kiezen. Ik zou zo niet kunnen kiezen nu. Alles wat daarmee te maken heeft, zeg maar, kun je dan ook aangrijpen? Ja. Want je ambities liggen eigenlijk overal. Ja. Zingen, theater, acteren. Is presenteren misschien ook wat dan voor de toekomst? Ja, dat is ook nog iets waar ik wel vaak over nadenk. Ja. Lijkt me echt hartstikke leuk.
Ja, en dan zou ik dus dit jaar misschien meer in moeten gaan zoeken of zo. Lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ja, radio of tv. Ja. Ja, radio zijn geen camera's dan. Nee, dus dan wordt het tv. Dan wordt het tv, ja, inderdaad. Hey, en wat was vroeger je droom, zeg maar, toen je eigenlijk nog een kleine Sansika was? Was dit ook echt wel je droom of was het eigenlijk helemaal wat anders? Nee, dit was echt mijn droom. Of okay. die gaat natuurlijk nog verder, die droom. Ik ben nu nog lang niet waar ik wil zijn. Maar sinds ik me kan herinneren, kan ik zingen. Of zing ik. Ja. En dansen deed ik heel vroeg. En het acteren kwam iets later. Maar ja, dat leer je weer door het zingen natuurlijk met je mimiek en podiumpresentaties. En we zien wel waar het schip staat. Ja, we zien het wel. Ja, ik doe er natuurlijk alles aan om overal te komen. Veel castings en castingbureaus. En nieuwe dingen zijn ook altijd welkom. Ik bedoel, als andere muzikanten me graag zouden willen benaderen om iets te doen, ik sta echt overal voor open. Want het is echt iedere keer gewoon weer een nieuwe uitdaging, nieuwe ervaring. Je bent woonachtig in Helmond. Ja. Ook geboren in Helmond, neem ik aan. Wil je in de toekomst, of heb je het ervoor over om bijvoorbeeld richting de Randstad te moeten gaan? Omdat je dan misschien dichter bij het vuur zit. Ja, tuurlijk. Ja, graag zelfs. Omdat je bent overal dichterbij, want nu ook met castings. Je gaat steeds verder reizen en die dingen. En nu praat ik natuurlijk gezellig Brabants met jou. Ja. Maar ik spreek ook gewoon ABN met een harde G en die dingen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk als ik in Amsterdam een casting heb. Ja. En dat is ook iets wat je meer traint als je daar bent, denk ik, dan dat als je hier bent. Hier ben je heel snel geneigd om met iedereen mee te praten. Ja. En ik denk dat het ook een kans is om het juist af te leren daar. En heb je daar dan, komt het vanuit jezelf of heb je daar dan een cursus voor? Nee, ja, grotendeels komt het vanuit mezelf, omdat je vaak krijgt te horen van, je praat wel Brabants. En maar op school krijgen we er ook les in. Met die harde G en allemaal oefeningen. Dus ja, dat is wel fijn. Ja, zeker. Maar ja, tegenwoordig hoor ik steeds vaak ook presentatrices op tv die ook met een zachte G praten. Ja. En dat dan ook ineens dan een trend zou kunnen worden, dat het niet meer erg is. Ja, dat zou ook kunnen. Alleen is het wel zo, ja, Helmond is dan toch net iets anders. Je hebt vaak met die E en die E en de E, die dan toch iets lomper vallen dan mensen die bijvoorbeeld uit Den Bosch of Tilburg komen. Ja. Dus dat is wel... En op de Mecht en zo? Ja, op de Mecht en die dingen allemaal. Ja, daar ben ik dan wel niet zo heel goed in. Maar We gaan zo meteen kijken naar een stukje voorstelling van jouw school. Ja. Daar hebben jullie een theaterzaal. En wat is dat? Wat is dat voor voorstelling? Wat doen jullie daar? De voorstelling heet Antwoord. En het is een regieproject van een andere student. Maak je kennis dan met alle dingen van het theater. Dus de regie en licht, geluid en het zelf spelen. Op een moment speel ik dus zelf. En Antwoord is een voorstelling waarin heel veel vragen zijn. En vragen aan jezelf. Maar het publiek moet het gevoel krijgen dat hun ook kunnen antwoorden op die vragen. En het gaat eigenlijk over een wereld die een beetje naar de knoppen geholpen wordt door de telefoons en het internet. En wij stellen dus allemaal vragen omdat we zelf eigenlijk niet eens weten wie wij zijn. En dat moet duidelijk worden. Maar ja. Oeh, en dan gaan we nou een fragment, zeg maar, gaan we daar naar kijken. En hoe heet de voorstelling? Antwoord. Spannend. Laten we gaan kijken. Ik zou zeggen, kondig hem zelf op jouw eigen Sansika-manier aan. Nou. Dames en heren, jullie gaan nu kijken naar een stukje uit de voorstelling Antwoord. Eindelijk hebben we je. Vol verlangen naar het mooiste. Ik wil mijn onzekerheden van me af kunnen wassen. Hoe jij naar mensen kijkt, hè? Dat is de manier waarop jij ze behandelt. Ja. Laat mij maar vallen. Laat me maar vallen. Vallen, vallen en weer opstaan.
Laat het leven maar haperen, stromen, blokkeren en vloeien. Maar er komt een dag en dan weet ik wie ik ben. Wat sta je er nou maar? Wat sta je er maar te kijken en te denken? Wat sta je er maar onmogelijk en hopelijk onzichtbaar te zijn? Wat sta je er te denken, oh god, wat vreselijk, wat erg. Of denk jij helemaal niet? Oh god, wat vreselijk. Wat denk jij eigenlijk wel? Denk jij eigenlijk wel iets? Jij denkt nu vast, nu kan ik eigenlijk naar huis, hè? Nu kan ik eigenlijk weg van hier. Mislukken die je uiteindelijk bent geworden. Wil jij het horen? Mislukken die je uiteindelijk bent geworden. Hoe moeten wij daarvoor applaudisseren? Dat is toch geen probleem? We streven naar een betere wereld. Dat zij denken te weten hoe die betere wereld eruit ziet. En zelfs dat zij daartoe de nodige offers kunnen brengen. Jij zult nooit iemand horen zeggen. Ik heb geen idealen. Ik vind het wel best zo. Het hebben van idealen is kennelijk een voorwaarde. Een voorwaarde om erbij te horen. We zijn weer een heel stuk wijzer. Meer informatie over Sansika te vinden op social media. Ik zou zeggen, kijk eens op Facebook, Sansika de Groot. Tot volgende maand.